Ja, vrienden, kijk. Kijk even met me mee. Hoor je die galm hier ook? Ja, dit is Sevilla. Ja, Jut en ik zijn onderweg. Maar ook hier, in Sevilla, komt het nieuws uit Nederland natuurlijk tot mij. En met jullie ben ik net zo verbaasd over die ontwikkelingen bij Kaag en Rutte en ministerie Binnenlandse Zaken. Heb je het allemaal gelezen over Suriname? Ministerie Binnenlandse Zaken, ministerie van Justitie, ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja, die hebben er zo'n enorme puinhoop van gemaakt. Met die excuses voor Suriname en de rest. En niemand zit te wachten op die excuses. Iedereen heeft zoiets van, ja, laat die excuses nou maar zitten. Dat is zo oud. Laat gaan. Nee, we moeten excuses maken. En zelfs, kijk, dat is al blunder 1 volgens mij. En nou komt blunder 2, is dat ze niet eens goed en op een normale manier excuses kunnen maken. Dat is dan de Nederlandse regering, dit kabinet weer. Dat is toch één grote schutterpartij de hele tijd. Ja, als je toch in dat kabinet zou zitten. Nee, maar luister goed. En dan gaat dus de Kaag, hè? De kakelende moet naar Suriname om de plooien glad te strijken. Omdat ze dus niet van tevoren gepraat hebben met Suriname. Hoe moeilijk kan dat zijn? Als je dat nou van plan bent en je wilt dat dan zogenaamd toch doordrijven, dan ga je dus met al die partijen praten en kijken hoe je dat gaat regelen. Nee, Nederland die wil dat doordouwen en die mensen die komen een beetje in opstand en dan hebben we één grote klerenzooi. Ja, en dan moet die Kaag, die moet die klerenzooi gladstrijken. Terwijl dat helemaal haar taak niet is. Minister van Financiën, wat gaat die gladstrijken? De minister van Financiën, Wopke moet daar naartoe. Onze minister van Buitenlandse Zaken. Maar dat is ook al zo'n verschrikkelijke saaie wauwelneus. Dus ja, die sturen ze daar niet. En Wopke die weet ook niet wat die aan moet met dat gedoe in Suriname. En nu zit ik ineens midden in een verhaal over de kakelende en Wopke. Lijkt wel of ik zit voor te lezen uit een kinderboek. En dat is het ook. Ja, dat is het ook. Het kabinet is een kinderboek. Het zijn gewoon kleuters.